Ik had het laatst zo verschrikkelijk gezien. Ik had het zo ontzettend gehad. Ik ben in het zagrijnige Nederland, ik ben een tijdje weggegaan. Ik ben een tijdje naar Afrika gegaan. En in Afrika ben ik naar echt zo'n straatarm land gegaan. En ik zat daar natuurlijk wel in een resort, maar... En ja, heb je zo'n hek eromheen en zit jij te eten en zal die negers naar te kijken. Ik zei op een gegeven moment, hé jongens, nooit meer jokken dat hier niks te eten is, hè? Geen gevoel voor humor. En ja, denk ook nog even het aflikken van het bord. Zo van, kikkeboe, kikkeboe. Maar goed, ik zat daar lekker. En ik keek naar het oerwoud en ik denk, hé, oerwoud. Jij wordt mijn tuinameublement. Een tuinameublement dat zomer en winter buiten kan blijven staan. En waarom kan het zomer en winter buiten blijven staan? Omdat we geen echte winters meer hebben. En waarom hebben we geen echte winters meer? Omdat het oerwoud een tuinameublement geworden is. En verderop in het dorpje zag ik van die scharrelende hongernegers. En ik hoor nu echt een beetje denken, zijn die nou scharrelende hongernegers? Klopt. Ik zei scharrelende hongernegers. Zijn de mensen die zeggen, waarom zeg je dat nou zo, Joep? Nou, het waren negers, ze scharrelden en ze hadden honger. Nou. En opeens dacht ik, zullen die nou ook één keer per week naar de psychiater kunnen? Of zit dat niet in hun nieuwe zorgstelsel? En opeens zag ik zo'n neger bij de psychiater komen. Die dan zegt van, ja dokter, ik weet niet wat het is. Maar het is hier een beetje leeg gevoel. En dan die dokter, heeft u het ook wel eens niet? Ja, als ik gegeten heb, maar dat is niet zo vaak. Ja, ik heb wel pillen, maar die moet u 3 maal daags na de maaltijd innemen. Ik had het laatst. Kijk, laat ik het anders zeggen. Die mensen komen op een gegeven moment deze kant. Natuurlijk komen die mensen deze kant. En heel veel zeggen dan hier, ja, maar hier hebben ze niks te zoeken. Nee, daar is veel te vinden. Donder toch op. Kijk, die mensen komen deze kant. Want, nou ja, en dan kunnen wij dat wel weer proberen tegen te houden met een brandje. Maar het is toch, toch... Oh, mag je niet zeggen. Nou, verdonk als het niet waar is. Houd toch op, man. Ik bedoel, die verdonk is ook zo maf als een bosui, hoor. Zit ze in de werkkamer, tikt er een rood bosje op het raam. Bomaanslag, flikker erop, man. Je loopt al een maand in een vogelvrij vest, waar hebben we het over? Kom op. Maar goed, die mensen die komen deze kant uit. Die mensen komen deze kant uit, en waarom komen ze deze kant uit? En iedereen zegt altijd, ja, om hier een beetje uit de ruif te vreten. Om uit de ruif te vreten, dat komen ze doen. En dat is helemaal niet waar. Ik ken heel veel vluchtelingen en elke keer vraag ik aan ze, waarom willen jullie naar Nederland? Zeggen ze, ja, omdat jullie veel leukere televisie hebben. Ja, dat is ook zo, dat vinden ze echt. Zeggen, jullie hebben bijvoorbeeld Zoek de Homo, en dat hebben wij niet. Dat vinden ze enig, laatst zeiden ze, kijk Zoek de Homo. Ik zei, ineens RTL Boulevard, maar goed, dat maakt er niet zoveel uit. Thank you.